We zijn aangekomen op het wetenschapsfestival. En ik ga nu beslissen om niet meer dit accent te gebruiken, want het is gewoon, het is ridicule aan het worden. Ik heb er 1 video volgehouden, geen 2 video's. Mijn naam is Chacot en vandaag ben ik onderweg naar het Industriemuseum in Gent voor het Wauw Festival. Dat is wauw met 3 O's. Het is echt heel wauw. Want kinderen kunnen niet spellen. Wauw. We hebben een gigantisch programma met van alle activiteiten die vandaag te doen zijn. Dus het is veel. Laten we eraan beginnen. Let's go. Wow. En waar is jullie DNA? Die kan je hier zo, allez, soms zie je zo'n kleine woordje. Willen jullie mij een high five geven voor de wetenschap? Ja. Ja. High five. High five. High five. High five. Frank de Bozer, jij bent Peter van de Dag van de Wetenschap. Ja. Waarom vind je dat zo belangrijk? Wel, binnen 20 jaar ben ik er nimmer en ik wil weten of dat er nog wel jeugd is, of dat er toekomst is voor wetenschap en techniek in Vlaanderen. Ik heb vandaag vastgesteld dat dat inderdaad het geval is, dus ik ben een heel contente mens. Super. Waarom moeten meer jongeren geïnteresseerd zijn in wetenschap? Wel, als we de 21ste eeuw willen overleven in Vlaanderen, dan denk ik moeten we heel hard inzetten op wetenschap en techniek. En moeten we laten zien dat dat fun is, dat dat plezier is. Toen ik jong was, dan werd dat dikwijls voorgesteld als, ja, dat waren nerds en mensen waar een hoek af was. Daar is een hoek af bij mij en bij haar is er ook een hoek af. Ja. Dus zwaar inzetten op wetenschap en techniek is heel fijn en ook is plezant bovendien ook. Je hebt het gehoord, als Frank de Bozer het zegt, dan is het waar, hè? Het is waar. Interessant. Zeer interessant. Virtual reality kijken op de wereld? Gedraag jij je anders? Bij virtueel publiek, 3D microscopieën, virtual reality en VR in de lucht. Ik denk dat we op de VR-plek gekomen zijn van dit Wauw-festival. Het is waar. Dat was de Dag van de Wetenschap. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Als dat zo is, abonneer dan zeker en vast, want dat is gratis. En zo word je als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe video's. Het is een decibelmeter. Ik wil je die even demonstreren. Ah. Ah. Kijken de mensen wel?